bij de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. In deze incubator werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden aan de opschaling van biobased en circulaire innovaties. Bijvoorbeeld rond pyrolyse en bioaromaten. We ontvangen hier vandaag alle deelnemers aan de derde BioForce Challenge ronde. De MKB'ers en start-ups maken kennis met de campus en allerlei andere partijen uit het regionale ecosysteem. Samen kunnen wij de bedrijven namelijk helpen bij de volgende fase van BioForce, de pilots. Zo bouwen we aan een sterke biobased en circulaire economie in de regio. We zijn inmiddels te gast bij het Coastal Innovation Center voor het BioForce Match Event. Alle challengers leggen hier hun innovatievragen uit. De MKB'ers en start-ups pitchen hun oplossingen. Vanmiddag maken we bekend welke innovatiecontracten er gesloten zijn en reiken we de innovatievouchers uit. We hebben er sinds maart naartoe gewerkt en hebben er zin in. We gaan beginnen. Met trots kan ik de resultaten delen. Deze BioForce-cyclus zijn er 11 innovatiecontracten tot stand gekomen. We hebben net voor €96.250 aan innovatievouchers uitgereikt. Het match-event betekent dus zeker niet het einde van BioForce, want de bedrijven gaan nu samen in pilots aan de slag. Daar is een budget van ruim €600.000 voor beschikbaar. Genoeg te vieren.